Vorige week ontving het ziekenhuis voor het eerst sinds de opening van het meldpunt de 95 klachten. Nu een week later zaten alle partijen voor het eerst met elkaar rond de tafel om de procedure te bespreken. En zoals we begrijpen is de ene klacht heel ernstig en de andere klacht is een algemene opmerking over of iets wel of niet goed was. En we hebben met elkaar de procedure afgesproken om te kijken hoe we tot een spoedige en goede afhandeling kunnen komen van de situatie. En ik vertrouw erop dat er voldoende ruimte komt voor het overgrote deel van die 95 claimanten. Om daar met een goed gevoel tot een afsluiting te komen. Dat goede gevoel zal mede ook bepaald worden door een stukje compensatie. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat niet alle 95 aangebrachte klachten geschikt zijn om in een claim om te zetten. Wij schatten in, maar dat is natuurlijk nogmaals aan de hand van een hele korte omschrijving, dat daar zo'n 20-tal van een claim zullen worden. Ja, dat in een schikkingsoverleg nou eenmaal zo is dat je water bij de wijn doet. Hè? Als je een snelle oplossing wil bereiken, dan zonder diepgravend onderzoek en heel veel paparazzen, dan betekent het gewoon dat je van beide kanten dus wat moet geven en nemen. Stichting Hartpatiënten Nederland schat dat in totaal zo'n minimaal €650.000 aan claims ingediend zal worden. Maar dat ook rekening wordt gehouden met de huidige slechte financiële situatie van het ziekenhuis. Die procedureafspraak wordt nu voorgelegd aan wat we dan noemen de achterban, de betrokken partijen. En als die daarmee akkoord gaan, dan gaan we daarmee verder. En ziet u maar zo dat wij ongeveer over een week of 3-4 weer met elkaar om de tafel zitten.